heb een hele goede moeder. Die wist dat het in Syrië op een gegeven moment niet goed zal gaan. Ja. Dus in 1996 had ze besloten om naar Nederland te komen. Dan kom je in één keer in Nederland. En ik was 13 jaar, dus dat is wel heel lang geleden. En ja, en dan zit je daar. Waar zat je? Waar kwam je binnen? Slagharen. Slagharen. Vanuit Damascus. Precies. Naar Slagharen. Slagharen, ja. Ja. Ja, eerst nog een Dronten en daarna van Dronten naar Slagharen. Dus het is, ja, het is wel een hele gekke tijd, maar het heeft ook ervoor gezorgd dat we als familie behoorlijke eenheid hebben gecreëerd. En ja, dat we ons doel om hoog opgeleid te worden, dat was voor ons wel heel erg belangrijk. Ik heb hem nooit gekend, maar door de verhalen van mijn moeder en de mensen om me heen was altijd wel de grote inspirator. Zeg maar. Ik wou hetzelfde als hem zijn. Als hem dat is gelukt in Syrië, dan wil ik dat ook wel in Nederland. En, als je niet geld wil verdienen, dan moet je geen ondernemer zijn. Nee. De eerste zeg maar, de bestaansrecht van een ondernemer is dat je waarde toevoegt aan iemand anders behoefte. Ja. En daar wat aan overhoudt. Je hebt in het wereld heb je drie grote waterproblemen. Te weinig water, ja, te veel water en te vuil water. En LG Sonic is al 10 jaar mee bezig om de algenproblematiek op te lossen. Als je aan het groeien bent, dan heb je heel veel tegenslag. En dan moet je niet gaan zitten huilen en ze zijn ons aan het pesten. Daarvoor ben ik niet ondernemer. Ik ben een ondernemer om te laten zien met mijn klanten dat het wel werkt. Maar het is niet makkelijk. Je zegt tegen de hele chemische wereld, eigenlijk dat troep wat jullie gebruiken, dat is niet meer nodig. Nee, want je kan het met ultrasound doen. Ja. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op 7D-TV, het YouTube-kanaal voor ondernemers. Met inmiddels meer dan 1000 gesprekken met inspirerende ondernemers. En denk je nou, hey, ik ben helemaal niet aan het kijken, ik ben aan het luisteren naar de podcast. Ook van harte welkom, want ja, 7D-TV is er ook als podcast. In deze aflevering weer een nieuwe ondernemer bij mij in de bank. Hij kwam als vluchteling ooit, al heel lang geleden, uit Syrië naar Nederland. Verbleef 10 jaar lang in een asielzoekerscentrum. Studeerde tegelijkertijd een stuk harder dan dat ik dat deed. En is inmiddels succesvol ondernemer met zijn bedrijf LG Sonic. En hij is mijn gast, Youssef. Youssef, van harte welkom. Laten we beginnen met die naam, want ik heb niet veel gasten die zeg maar, de voor- en achternaam precies hetzelfde hebben. Hoe werkt dat? Nou, dat is een hele creatieve uitvinding van mijn ouders, blijkbaar. Ja. In het begin had ik wel heel veel last van gehad. Toen ik nog heel jong was, dan dacht ik, ja, waarom heb ik nou niet een unieke naam? Ja. Maar achteraf bleek het een hele unieke combinatie. Wat dus, is Youssef eigenlijk een achternaam in Syrië? Beide. Het komt vanuit het Bijbel, zeg maar, Youssef of Youssef of Jozef. Ja. En het is ook een heel gebruikelijke naam in de Midden-Oosten. Maar het komt weinig voor. Het is een beetje als Jan Jansen. Jan Jansen, een beetje, ja. Dus in het begin had ik ontzettend veel last van. Maar ja, daarna was het toch wel leuk. Youssef. LG Sonic, laten we eens beginnen met het bedrijf. En daarna wil ik nog veel meer weten over zeg maar, hoe het allemaal zo gekomen is. Maar wat doet LG Sonic? LG Sonic is wereldwijd bezig om de algenproblematiek op te lossen. Nou, wat is algen, de algenproblematiek? Ja, algen, dat is, je hebt in het wereld heb je drie grote waterproblemen. Te weinig water, ja, te veel water en te vuil water. En, nou, en dat, in dat laatste zitten wij, dat vuile water voor 80% is het vervuild water door algen. En wat dan zijn denk dat? Je, algen, ja, groene water, wat kan dat nou kwaad, hè, zou je denken. Ja. Nou, de blauw-groene algen, die produceren toxine. En nou, die toxine die doodt dus alle andere organismen in het water, waardoor het water niet meer te gebruiken is, niet meer om te douchen, niet meer om te drinken, maar ook niet meer voor irrigatie. Mm-hmm. Dus het is een hele grote wereldwijde problematiek die ook nog groeiend is door klimaatverandering. Veel meer zon, veel meer voedingsstof in het water. En LG Sonic is al 10 jaar mee bezig om de algenproblematiek op te lossen. Je hebt het ontdekt in een stage, op een stageplek, ja, hè? Vertel eens. Nou, ik heb eerst MBO gedaan en tijdens mijn laatste jaar moest ik ook nog dus een stage gaan vinden. Nou, dan kom ik in een bedrijfje die ultrason gebruikte om chemicaliën te reduceren in zwembaden. De businessmodel was toen de tijd, ja, al die kleine zwembadjes, ja, die gebruik je chloor om het te behandelen. En ze dachten van, als we ultrason gebruiken, dan kan dat op een gegeven moment beter. Dat was beter, dan een dingetje wat in het water dreef? Ja, zo'n dingetje. Even groot als dat microfoon. Ja. Maar ja, het bedrijf in 2010 ging failliet. Technisch failliet dan. Want niemand wou 800, 900 euro betalen om zijn zwembad
chlorvrij te maken voor een chlortabletje van €2. Ja, ja, dus de business model klopte niet. Ja. Maar ik geloof er wel in de technologie. En toen dacht ik, die technologie moet naar een andere kant gaan. Wij moeten niet naar B2C gaan, nou, we moeten naar B2B. Ja. En we moeten geen ultrason verkopen, maar een totale oplossing. Ja. En ja, wie heeft het water het meeste nodig? Dat zijn drinkwaterbedrijven, die verkopen water. Ja. Nou, en die hebben we als centrale klant gehad. En we hebben een patent aangevraagd op een totale combinatie van water meten met water behandelen. Ja. Nou, en dat was wel een grote doorbraak. En dat bestond nog niet? Nee. Nee, okay. nee, die combi dus, bestond nog niet. Goed. Die combi bestond nog niet en niet op grote oppervlakte. Dus we hebben ervoor gezorgd dat het product op een hele grote oppervlakte nog steeds te gebruiken is. Grote meren. Grote meren, een paar kilometer meren. Ja. Hey, en hoe technologisch is dit? Want dat is een hoop data die je verzamelt, toch? Ja, we hebben de grootste database van over de hele wereld. Over freshwater lakes. Dus alles wat met zoet water te maken heeft, daar hebben wij de grootste database. Per dag ontvangen we meer dan 300-400 datasets van over de hele wereld. Ja. En dat combineren we ook nog met beelden, satellietbeelden van de NASA en de ESA. En op die manier kunnen we ook nog een stukje prediction gaan zetten. Dus, ja, want dan wordt het interessant. Ja, precies. Dus dat betekent een soort van de machine learning, deep learning, al dat soort terminologie. Ja. Dat zijn voor jullie daily business. Ja. Want met hoeveel mensen werk jij samen nu? Momenteel 40 man over de hele wereld. Hey, en wat voor types zijn dat? We hebben data scientist. Ja? Dus we hebben tekort waarschijnlijk? Of heb je nou, nee, goed hoor. We, ja? Zeg maar, de core hebben we 2-3 mensen en de data scientist. Ja? Dus PhD, 2 PhD's en 1 master. Mm. En voor de rest werken we ook wel heel veel met freelancers. Dus de core, dat zit wel echt bij ons, maar ook heel veel freelancers. En wat zijn opdrachtgevers? Buiten dan waterwin? Dus drinkwater, maar ook nuclear plants. Dus kerncentrales hebben we als klanten. Hele grote hydrauliek dams. Steumieren hebben we ook. Ook de grootste zwembad van de wereld is onze klant. Het is wel grootste een zwembad? Ja, 7 kilometer zwembad. Dan ga je niet eventjes op en neer bandje trekken. Ja? Maar waar ligt het zwembad dan? Die ligt in Dubai. Ah. Ja, en we hebben ook nog eentje in Egypte. Dus we hebben iets van 400-500 van dat soort grote zwembaden over de hele wereld die we ook behandelen. Het is kritisch. Je moet wel goed doen, hè? De opdrachtgevers willen wel garanties, of tenminste garanties, willen wel weten dat wat je doet goed is. Hè? Ja, het is ook cruciaal. Dus je kan je wel voorstellen, het drinkwaterreservoir, in Nederland halen we het gewoon uit de grond. Ja. Dan is het best wel schoon. Maar als je in Amerika bent, dan haal je het uit een meer. En zo'n meer, ja, dat verandert wel per 3-4 dagen. Behoorlijk veel veranderingen heeft te maken ook met het weer. Mm. Dus je wil voorkomen dat je geen water meer kan geven aan de mensen in de stad. Mm. Dus het is heel erg cruciaal en dat doen we constant met onze klanten. Ja. Wij zitten in de koelwater van de kerncentrales. Ja. Die moeten dat water moet toegankelijk blijven, maar ook het gebruikte water moet je ook nog kunnen teruggeven aan de natuur zonder heel veel chemicaliën. Ja. Dus in die circuit zitten wij en met heel veel klanten. We hebben klanten in Zweden, in Engeland, in Amerika, een paar kerncentrales doen we ook, ja. En had je dat ooit gedacht toen je als knaapje hier in het asielzoekerscentrum belandde? Want vertel dat verhaal eens, want hoe kwamen jullie in Nederland terecht? Ja, ik denk, ik heb een hele goede moeder. Die wist dat het in Syrië op een gegeven moment niet goed zal gaan. Ja. Dus in 96 had ze besloten om naar Nederland te komen. Maar was dat, voor mijn begrip, was dat dan echt uit angst omdat er gevaar dreigde? Of was het meer uit ambitie? Van hier gaat het niet goed en in Nederland zijn meer mogelijkheden. Hoe moet ik dat zien? Hoe werkt dat? Ja, het is een beetje moeilijk om in de gedachten van mijn moeder te zitten, zeg maar, in die tijd. Maar ik denk dat het een combinatie is van beide. Dus aan de ene kant van als alleenstaande moeder met de 3 kinderen. Want je vader is heel jong overleden, hè? Is heel jong, ja. Ik was 2 jaar toen hij overleed. Ja. Dus op een gegeven moment heeft ze gedacht van, nou, dat zal een veiligere keuze zijn voor mijn kinderen. Ik denk dat het daarmee zit. Ja, en dan kom je in 1 keer in Nederland. En ik was 13 jaar, dus dat is wel heel lang geleden. En dan zit je daar. Waar zat je? Waar kwam je binnen? Slagharen. Slagharen. Vanuit Damascus. Precies. Naar Slagharen. Slagharen, ja. Ja. Ja, eerst nog een Dronten en daarna van Dronten naar Slagharen. Dus het is wel een hele gekke tijd, maar het heeft ook ervoor gezorgd dat we als familie behoorlijke eenheid hebben gecreëerd en dat we ons doel om hoog
opgeleid te worden. Dat was voor ons wel heel erg belangrijk. En ja, dat is wel gelukt. Want de status, want dat is bekend natuurlijk in Nederland, dat die processen gaan natuurlijk. Want jij hebt uiteindelijk door generaal Pardon mochten jullie blijven. Dus eigenlijk mochten jullie niet blijven? Maar eigenlijk mochten we niet blijven. Eigenlijk gingen we constant van de ene procedure de andere in. En met de generaal Pardon, met het hele Rita Verdonk verhaal. Toen hebben we verblijfsvergunning gekregen. En mijn broer en mijn zus zijn beide afgestudeerd rechtenstudenten. Ze hebben nu een eigen advocatenkantoor. Nou, je mag raden hoe het heet. Youssef. Heel goed, Youssef Advocaten. Dus. En de bedoeling was dat ik ook dat zou gaan doen. Want ik heb daarna na de MBO 1 jaar HBO en daarna Universiteit Fiscaal Recht gestudeerd. En ik zou daar met hen samen in de advocatuur gaan. Maar ja, ik heb gekozen voor... Het ondernemerschap. Ondernemerschap. Hey, en dat studeren deed jij toen je nog in het AZC woonde, zeg maar. Want wat ik ook las is dat jij daar tegenover de studenten niks van zei, hè? Ja. Nee, waarom niet? Niemand... Ja, als je op de universiteit bent, dan wil je stuur zijn. Hè? Dan wil je niet een zielige asielzoekertje zijn. En ik heb het ook heel lang geheim gehouden. Niemand wist ervan. En ik loog er ook over. Zullen we naar Duitsland gaan? Nee, daar heb ik geen zin. Want ik mocht niet reizen. Dat was wel heel apart. Dus ik denk, als je op de universiteit, dan wil je het liefst laten zien dat je wel sterk bent en succes en niet zielig. Dus daarom. Jouw vader, daar heb jij weinig herinneringen aan, kan ik me zo voorstellen. Hè? Ja. Maar die was ook ondernemer, hè? Ja. Is dat een van de redenen misschien, of ben je daardoor geïnspireerd of is dat invloed gehad? Absoluut. Dat was eigenlijk ook een van de grote dingen in mijn leven. Ik wou hetzelfde zijn als hem. Ja. Hij was een zeer innovatieve ondernemer. Ja. En voor zijn tijd, 1975, hij was ook een self-made man, zeer vermogend uiteindelijk. En daarna is het dus overleden en 10 jaar zijn we in Syrië gebleven en van zijn vermogen aan het leven. En op een gegeven moment komen we naar Nederland en toen dacht ik, ja, ik wil het toch wel terug hebben. Dat wat mijn vader had. Ik heb hem nooit gekend, maar door de verhalen van mijn moeder en de mensen om me heen was altijd wel de grote inspirator. Ik wou hetzelfde als hem zijn. Als hem dat is gelukt in Syrië, dan wil ik dat ook wel in Nederland. Hoe is het met je moeder? Heel goed. Ja? Ja, ontzettend trots nu. Ja? Dus ja, absoluut. Heb jij voorbeelden, los van je vader, als het gaat om ondernemen? Ook een soort, ik wil niet zeggen een American dream, maar een Dutch dream die jij waarmaakte. Ja. Van vluchteling naar succesvol ondernemer. Ja. Geloof jij daarin? Ja, ik geloof wel in de droom. Ik geloof wel dat je ergens... alles begint eerst met een droom. Nou, en daarna krijg je een ideefase. En de meeste mensen hebben genoeg dromen en ideeën. Mm-hmm. Dus daar is nooit tekort aan. Ik zeg het ook meestal als mensen met ideeën komen. Van ik wil dit en dit doen. Ik zeg nou, als ik nu aan mijn oma vraag, en die is 90 jaar. Heb je een ondernemingsidee? Geloof me dat ze maar zou met een idee komen. Mm-hmm. Ik zeg, nou, de meeste ideeën die gaan dood. En de meeste mensen... Die vervullen niet hun potentie, omdat zij te veel in de ideefase blijven. Maar niks leven. Doen, je moet doen. Ja, je moet het doen. Ja. Je moet het gewoon doen. En niet eerst 30 mensen blamen waarom je het niet kan doen. Gewoon begin met het werk en niet te hoge verwachtingen. Uh-huh. Dus de eerste 6 jaar van LG Sonic waren we niet succesvol. Waren we met z'n zevenen. En we waren... day and night, zeg maar, dag en nacht aan het werk. En dat was geen grap. Dat was gewoon 12 uur, 7 dagen per week. Dat was niks feesten. En nu zien mensen dit en dan denken ze, ja, nou, dat is wel... Je hebt wel een goede technologie. Ja, mijn concurrenten zijn allemaal failliet gegaan op die technologie. Mm-hmm. Maar wij zijn wel blijven groeien. En dat komt omdat we heel hard hebben gewerkt, maar ook een hele goede teams hadden. Het team waar ik mee werkte, ontzettend goed is. Maar we waren ook hongerig. We wouden gewoon succesvol worden. Mm. We wouden bewijzen dat het echt wel mogelijk is om de algen te reduceren zonder chemicaliën. En dat was niet makkelijk, want de grote chemische bedrijven die gingen ons tegenwerken. Die gingen bewijzen dat het allemaal niet werkt. En die gingen professors sturen. Ik heb het artikel gelezen waarin bestreden werd jullie systeem. Ja, nog steeds. Ja, er is nog steeds een hoogleraar in Nederland die het belangrijk vindt om naar Florida te gaan vliegen. Om mensen in Florida te vertellen dat ultrason niet werkt. Dat terwijl hij nog nooit onze product heeft getest. Mm-hmm. Nou, dat is toch merkwaardig. En daar heb ik over een hoogleraar van Wageningen. En dan denk ik, waar ben je mee bezig? Maar waar is die dan mee bezig?
Nou, onze, waarom doet hij dat? Ja, daar zijn heel veel theorieën voor. Mm-hmm. Maar in ieder geval heeft hij goede belangen bij dat onze naam niet... Dat wij niet succesvol worden. En dat een andere chemische product succesvol wordt. Maar een professor aan de universiteit is toch onafhankelijk? Nou, dat is de aanname. Maar hij mag ook commerciële activiteiten doen. Als je aan het groeien bent, dan heb je heel veel tegenslag. En dan moet je niet gaan zitten huilen en ze zijn ons aan het pesten. Daarvoor ben ik niet ondernemer. Ik ben een ondernemer om te laten zien met mijn klanten dat het wel werkt. Maar het is niet makkelijk. Je zegt tegen de hele chemische wereld, eigenlijk dat troep wat jullie gebruiken, dat is niet meer nodig. Nee, want je kan het met ultrasound doen. Wat is jullie businessmodel? Even heel praktisch. Want ik bedoel, ik ben een waterwindbedrijf of ik ben een kernreactor of whatever. Dan ga je met jullie zaken. Is dat een abonnementsmodel? Is het een projectmodel? Bij de eerste geven we een advies. Nou, meestal is dat advies betaald en soms onbetaald. Ja. Van hoe moet je zo'n water gaan behandelen? Ja. En dan kopen ze het producten. Dus een fysiek product van een diameter van 2 meter. Zo'n een boei. En dan ieder jaar betalen ze ons daar een licentie. Ja, precies. Maar wat we voor hun doen, is wij doen dus die prediction models. Wij veranderen de ultrasound. Dus het is niet één liedje die moet al gaan blijven dansen op die liedje. Nee, dat liedje iedere keer maar veranderen. Ja, dus die boei die leeft, zeg maar. Die boei leeft. Het is een constante connectie met het cloud. En er zijn in Nederland 4 engineers die constant ook al die water... Dat is IoT-technologie dan waarschijnlijk? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dus in feite zeg je, hebt een soort start-up kosten, een soort eenmalige... Ja, CapEx. Precies, en daarna heb je een abonnement. Oké. Okay, klas ook ergens, je wil 6-0 op je bankrekening. Die vond ik ook zo leuk. Dat is niet een drijfveer, neem ik aan, of wel? Dat was absoluut een drijfveer. Ja? Voor mijn 30ste. Dus dat is wel 9 jaar geleden. Dus ik wou voor mijn 30ste... 6-0 op je privébankrekening? Oh, nou, nee, op de bank. Ja. Oh. En in ieder geval, ik ben nog steeds 100% eigenaar van Elgisonic. Dus ik beschouw het als één, de bankrekening. Ja. Dus dat was absoluut een drijfveer. Ik wou voordat ik 30 jaar ben 6-0 op de bankrekening. Qua dat... winst, in ieder geval wat over is, zeg maar, van geld. Ja, precies. Ja, absoluut. voor mijn 30ste. Ja, volgens mij was ik 30, net 31. Ja. En toen keek ik op de bank en dat was een mooi moment. Dat was gewoon, daar waren ze. Ja. Ja, ik vind het altijd wel leuk dat je dat zegt. Want dat is per definitie gewoon ook onderdeel van ondernemerschap. Absoluut, ja. In Nederland doen we ook daar een beetje krampachtig. Als het over miljonairs of over geld praten. Als je niet geld wil verdienen, dan moet je geen ondernemer zijn. Nee. De eerste zeg maar, de bestaansrecht van een ondernemer is dat je waarde toevoegt en iemand anders behoefte en daar wat aan overhoudt. Ja. Als dat niet goed is, dan moet je geen ondernemer zijn. En maar tegelijkertijd denk ik wel vandaag de dag, je moet ook de wereld een stukje beter maken. Ja, toch? En dat noemen we double green. Ja. Nou, die hele discussie hebben we vaak ook in Elgisonic. En in Elgisonic ontvang ik af en toe beide categorieën in de personeel. Ja. Aan de ene kant ontvang ik de activist, laat ik het zo maar zeggen, de green activist. Die wil de hele wereld veranderen en dit en dit en dit en geld maakt niet uit. En dan denk ik, ja, dat is mooi, dat hebben we ook nodig. Uh-huh. Maar daar krijg je niet de impact mee. Nee. En de andere kant krijg je de keiharde business die alleen maar naar de spreadsheet die zeggen, laten we maar met de chemische bedrijf zetten. Wat maakt dit uit als we maar geld... Nou, en dat is bij mij ook niet goed. Nee. Ik noem het double green, het moet groen vanuit het milieu en vanuit het planet, maar het moet ook groen vanuit het dollar. Ja. We moeten ook geld mee kunnen verdienen en op een duurzame manier. Dan hebben we een echte impact. Juist die strijd, die spanning tussen die twee maakt het juist spannend. Ja, het is een groene ondernemer en niet een groene activist of niet een ondernemer. Ja. Youssef, mag ik je danken voor dit gesprek. Dankjewel. Dit was weer een gesprek, een leuk ondernemersgesprek op 7D2, zoals ik ze heel graag maak. En denk je nou van, nou daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik vind het echt toffe gesprekken. We hebben er meer dan 1000. Dus abonneer je hieronder als je op YouTube zit, op het abonneerknopje. En zit je te luisteren naar de podcast, abonneer je dan op je favoriete podcast app op 7D TV. En heel graag tot een volgende keer. Dag.